De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Joan de Goyo, heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst Memorandum of Understanding getekend met de United Nations Children Fund, UNICEF. Het betreft de samenwerking voor de implementatie van het Multiple Indicator Cluster Survey 6, MIX 6. MIX 6 is een internationaal huishoudonderzoek dat is ontwikkeld door UNICEF en is een van de grootste databronnen als het gaat over informatie omtrent welzijn van kinderen en vrouwen. MIX data ondersteunt landen namelijk in het monitoren van de voortgang van de gezondheid van jonge kinderen, toegang tot veilig drinkwater en sanitatie, onderwijs, vroege kinderontwikkeling, ECD, toegang tot media en het gebruik van informatie en technologie. Voorts is de mixdata een belangrijke indicatie om na te gaan hoe een land staat met betrekking tot de Millennium Ontwikkelingsdoelen, nu de Sustainable Development Goals, SGD's genoemd. De recent uitgevoerde mix in Suriname dateert van 2010.